Wat gek! Neem op je hand. Ik dacht het is leuk, omdat het bij mij is wel leuk. Het houdt maar niet op hier in Althea. Het blijft gewoon heel erg mooi. Hallo, goedemorgen. Het is woensdag vandaag. En we beginnen de dag met een... platslag. Zo, there we are. We zijn aan het wandelen. Beetje uitgeput inmiddels. Want het gaat hier allemaal een beetje omhoog en zo. Maar dat ziet er super leuk uit. Het is lekker rustig hier. Ja, heel lekker rustig, pittoresk. Pittoresk dorpje met scooters. Oké, nou we gaan dus naar dat kerkje, want vanaf daar schijn je een heel mooi uitzichtje te hebben. Nou, we gaan het beleven. Het leek best wel ver, maar we hebben eigenlijk maar heel kort gelopen vanaf het huisje van Jacqueline Harold. Ik had niet verwacht dat Althea zo mooi was. Het lijkt echt wel een beetje een soort Grieks-Frans dorpje. Zo, heb ik Vet mooi. Zo, dit is het veilige. Wow. En dit zijn die straatjes die we net zagen. Oh, hij is zo lekker met zijn voetjes bezig, hè? Ja, oh, hij had al een jeuk. Oh. Mooi strand, hè, joh? Heel mooi. Het lijkt niet echt comfortabel om op de grond te gaan. Nee, dat niet. Het zijn wel hele mooie stenen. Salut. Salut. Ben je lekker aan het spelen? Ja! Saté. Oh. Van soja. Heerlijk. Ho, 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 ho. Het lijkt net vlees, maar het is geen vlees. En mijn die pinnen. Dus dat is jammer. Had ik het niet in de kaart. Bam, bam. Let op. Hallo, goedemorgen. 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 Deze morgen. We zijn lekker op pad om croissantjes te halen. Lekker vroeg. Ja. Voor ons doen vroeg. Voor vakantie, begrippen vroeg. Uurtje of 9. Maar gezellig. Jack is ook mee. En de krekels zijn er ook. Even een stilte momentje voor de krekels. Zo hé. Drama. We zijn allemaal luiers. Lui. Mijn probleem is... Ja, het is 4 tot 8 kilo, dus ik ben gewoon bang dat het blijft. Zit jij ervan? Waarom heb je ze deze niet? Jij vindt er... Nou, het zal wel. Het zal wel. Ik heb heel veel krullen. Jola die heeft even er vlechten uitgedaan. Wow. Whenever. Wherever. Wow. Even met het spul bij de Chinese winkels kijken. Lijkt wel op het deurbak. Nou, wel een leuk zwembak. Bart hebben we even lekker thuis gelaten. We zijn even lekker met Jax aan het wandelen. Want dan slaapt hij lekker in de wagen. Kijk, hij zal aan het wegvallen. Of is dit nou een badpak? Weet niet. Ik denk dat het hetzelfde is als wat je net had in je hand. Thank you.
ja, het blijft gewoon heel erg mooi. Je kan hier echt prima gewoon een week blijven en elke dag nieuwe mooie dingen zien. Want aan deze kant van het strand waren we nog helemaal niet geweest. En dit is ook hartstikke mooi. Ik weet niet of jullie de vlog hadden gezien van afgelopen vrijdag of maandag. Waarin ik dus aan het klagen was over het zand op het strand. Nou, dat hoef je hier niet. Handig, hè? Eens kijken wat hier allemaal voor dieren zitten. Kijk, Jola. Kan je zien? Ja. Wow. Ja, maar hij hoort echt zo, hè? Maar hoort hij echt zo lang? Ja, maar dat kan je ook in je broekje doen. Jola heeft nog een heel leuk shirtje gevonden en die heeft ze meteen aangedaan. Ja. Wat vinden jullie ervan? Alweer zo'n leuk winkeltje hier. En ze hebben hier zowel kinderkleding als voor volwassenen, voor vrouwen. Echt superleuk, samen met je kind shoppen. Van jou? Wat een gezelligheid. Dit had Jona voor mij uitgezocht. Nee, ik dacht het is leuk, omdat het bij mij is wel leuk. Oh. Jou niet. Ik had vandaag dus van heel veel mensen gehoord via Instagram dat ketchup schijnt te werken wanneer je groen haar krijgt door chloor. En dat is bij Jola het geval. Dus we gaan even haar haar wassen met ketchup. Ja, volgens mij heeft het inderdaad wel gewerkt hoor. Het is echt minder groen. Ja, ketchup. Maar ik zal toch wel oppassen, want het is wel droog en punterig. Dus ik zou niet te vaak gaan zwemmen in het chloor meer. Het wordt er natuurlijk niet gezonder op. Aubergine met mozzarella. Oh. Mozzarella. Ik heb hem lekker zon. Lekker. Oké, nou er zit genoeg mozzarella op in ieder geval. Zo, dat wordt yes. Het. Maar zoek het wel lekker uit. Hey, smaak het, joh. Haar, haar. Bart zegt ook wel dat het een jol tegen mij. En Dex tegen Jax. En Jax tegen Dex. En die is tegen mij? Nee, dat deed mijn moeder ook altijd. Die zei, die had Loes, Duke, Ludida. Ja, mijn moeder ook, die had 5 kinderen. Dus, Puk. Ja, jij nam de katten ook nog mee? Ik? Ja. Pepita haalt Bart. Ja. Niets naar Jola. Dat was ik al gewend. Bart. Want ze noemen mij wel eens Bart. Ja. Kijk hè. Ja, het lijkt op haar ook weer. Is het genoeg mozzarella? Ja, zeker. Haar, Bart. Ja. Is het niet heet, gat? Nee. Nee. Nou, iets maken. Ja. Oh. Let eens zien, Jola heeft net haar tand eruit getrokken. Jeetje, joh. Lekker hoor. Waar is ze? Het wordt gek. Doe hem op je hand. Vreemd, hè? Dat was alweer een tijdje geleden dat je er een tand uit had. Raar, hè, weer. Ja, hoe kan het eigenlijk dat zoveel tanden tegelijk eruit gaan en dan heel lang niks? Moet je eens in de spiegel kijken. Ga verspoelen, schat. Mag ik eens kijken? Ik ben vet moe, after in een dip. Dus dank jullie wel voor het kijken. Abonneer voor meer. Zie je later in de nieuwe vlog. Bye. Bye. Bye.